Graag uw aandacht voor Pauline van Dongen. Kleding. We staan er vrijwel continu mee in contact. Het heeft iets heel vanzelfsprekends, maar tegelijkertijd heeft het een sterke invloed op de manier waarop we ons voelen en gedragen. En juist het feit dat het zo intiem verbonden is met ons lichaam, maakt het zo'n mooi platform om technologie op een intuïtieve manier te integreren. De mode-industrie is een van de meest vervuilende industrieën ter wereld. Het wordt geregeerd door de goedkope fast fashion en door overproductie. En dat leidt ertoe dat wij als consumenten niet meer in staat zijn om het op de juiste waarde te schatten. Mijn visie is gebaseerd op het idee dat technologie een nieuw soort waarde en betekenis kan toevoegen aan de mode. Ik integreer elektronica en nieuwe materialen in kleding om zo nieuwe vormen van interactie te creëren. Die kunnen bijdragen aan de manier waarop we onze omgeving, maar ook ons lichaam ervaren. Kijk bijvoorbeeld dit vest, waarin sensoren zijn geïntegreerd die lichaamsbeweging kunnen meten. Het wordt gebruikt in fysiotherapeutische sessies met ouderen. Maar het samenbrengen van technologie en textiel is niet zo makkelijk. Kleding heeft immers heel wat te verduren in ons dagelijks gebruik. Technologie moet robuust zijn, elektronica moet flexibel zijn, heel dun. We moeten het dicht op de huid kunnen dragen, daarmee zacht zijn. Het moet in de wasmachine kunnen, noem maar op. Samen met Holst Center uit Eindhoven heb ik deze modules ontwikkeld die zonnecellen samenbrengen met geprinte elektronica. Deze modules kunnen gelamineerd worden direct op textiel. En het zorgt er eigenlijk voor dat die technologie niet alleen maar een functioneel aspect heeft, maar ook iets toevoegt aan de esthetiek en de materialiteit van mode. 10 van deze modules zitten op dit solar shirt, waarmee je duurzame energie kunt opwekken middels je kleding. Het laat eigenlijk zien dat kleding niet langer een statische envelop rond ons lichaam het is. Het wordt een interface, het bemiddelt tussen ons lichaam en de omgeving. En de laatste aanwinst in onze solar familie inmiddels is deze solar parka, die we ontwikkeld hebben samen met de Waddenvereniging. Het is speciaal ontworpen voor mensen met een outdoor mentaliteit, die zich in weer en wind op het wad begeven. En de garens, de stof is gemaakt van gerecyclede denimgarens, gemaakt door Blue Loop. Die nieuwe waarde voor kleding, die kunnen we ook vinden in het aspect van personalisatie. We kunnen het oude vakmanschap van een kleermaker samenbrengen met de huidige geautomatiseerde manieren van productie. En dat doen we middels digitale technologie. Ik ben niet alleen geïnteresseerd in het gebruik van technologie in de vorm van elektronica, maar ook de software. We gebruiken allerlei programma's waarmee we patronen creëren die niet statisch zijn, maar variabel, gebaseerd op wiskundige formules. En aan de hand van een 3D bodyscan kunnen we die patronen laten meeveranderen met dat specifieke lichaam. We kunnen bovendien de drager invloed laten uitoefenen op dat patroon. En zodra we die patronen digitaal hebben ontworpen en ontwikkeld, gaan we ze testen op een fysiek lichaam. Want met name die interactie tussen het lichaam en dat materiaal is wat mij zo fascineert. En wat ik belangrijk vind voor de expressie van mode. En die digitale technologie die zorgt ervoor dat we niet alleen nieuwe vormen en nieuwe patronen kunnen creëren, maar voegt ook iets toe aan de materialiteit. Een schoen hoeft niet langer uit allerlei verschillende onderdelen opgebouwd te worden met allemaal verschillende karakteristieke eigenschappen. Middels 3D-printen bijvoorbeeld kunnen we die verschillende materiaaleigenschappen inbouwen binnen één materiaal. Samen met collega-onderzoekers van de TU in Eindhoven heb ik deze 3D-geprinte schoen ontworpen. Wederom hebben we gebruik gemaakt van software waarmee we middels wiskundige formules dit lijnenpatroon op een leest hebben geprojecteerd. En tot nu toe waren 3D-geprinte schoenen voornamelijk heel erg hard, esthetisch waarschijnlijk vaak prachtig, maar niet echt comfortabel. En wij hebben gebruik gemaakt van een nieuw flexibel filament, Filaflex, wat ervoor zorgt dat de hak door het veranderen van de dichtheid en de structuur heel erg stevig is, terwijl de bovenkant heel erg flexibel en comfortabel en daarmee goed draagbaar is. En misschien herkennen jullie inmiddels langzamerhand deze vorm. Het is namelijk de schoen die minister Jet Bussemaker droeg tijdens Prinsjesdag. Dus ze heeft in levende lijve ondervonden dat dit soort schoenen daadwerkelijk draagbaar kunnen zijn.
Technologie gaat veel verder. Wearable technology gaat veel verder dan alleen maar hartslag meten en andere biometrische data verzamelen. Het gaat veel meer om expressie wat mij betreft. Een phototrope is een goed voorbeeld daarvan. Als hardloper was ik gefrustreerd door het dragen van die gadgetachtige armbandjes en dacht ik, dit moet toch veel mooier en beter geïntegreerd kunnen worden. Zodoende ging ik op zoek naar een materiaal wat de expressie van dit soort LED-bandjes kon vergroten. Om voorbij te gaan aan een gadget moeten we het namelijk ook echt esthetisch maken. Mensen moeten het immers aan willen en aan kunnen. Zo vond ik een prismatisch folie wat het licht van deze kleine LED'jes op een hele interessante en speelse manier breekt. Dus de LED-ribbons die zitten als het ware achter dat folie verscholen. En bracht me eigenlijk ook tot een heel nieuw soort constructie van het shirt. Iets wat ik normaal gesproken zonder het werken met technologie waarschijnlijk niet eens tegen was gekomen. Dus zo informeert eigenlijk de technologie de kleding en de kleding, het ontwerpproces, informeert wederzijds de technologie. Inmiddels zijn we bezig om ook het dynamische en het expressieve karakter van het licht aan te passen. Het licht kan inmiddels reageren op het omgevingslicht. We zijn bovendien een applicatie aan het ontwikkelen waarmee een trainer met zijn team eigenlijk het licht kan beïnvloeden op afstand. En daarmee een soort van spellen en oefeningen kan spelen waarmee de performance van zijn hardloopteam verbeterd kunnen worden. Momenteel worden er 20 shirts geproduceerd en daarmee gaan we in november de eerste users test doen. Technologie wordt door veel mensen gezien als iets wat ons van de wereld vervreemdt. Iets wat kil is, afstandelijk, hard. Maar ik hoop dat ik jullie middels mijn werk heb kunnen laten zien dat het ook ontzettend mooi kan bijdragen aan de manier waarop we onze lichaam en onze omgeving ervaren. Dank jullie wel.